net terug van een prachtige trip naar Amerika. En ik zit mijn e-mails te bekijken hier op mijn iPad. En ik zie een hele interessante e-mail van een parkzoomcent uit Engeland. Die meegedaan heeft aan een benefietrit door Engeland heen van 2000 mijl met 4 parkzoompatiënten. Eén eind van Groot-Brittannië naar het andere eind. En daar hebben ze zich elke dag, 90 tot 100 mijl echt gepusht. En hij schrijft ook echt gepusht tot de limit. Fietsen ging en gaat best goed erbij, maar hij voelt zich ook altijd beter met fietsen. Dat is ook wat het wetenschappelijk bewijs zegt, dat matige inspanning goed is om symptomen van Parkinson te onderdrukken. Wat deze man mij nu schrijft, en ik heb dat nog nooit eerder gehoord, is dat alle vier de patiënten, dus niet één, maar alle vier, in korte tijd, na afloop van die 2000 mijl fietsen, in korte tijd ernstig zijn verslechterd en nooit meer beter zijn geworden. En hij zegt letterlijk, I can't believe how fast I have deteriorated. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar misschien zit hier toch een signaal in. Ik zeg altijd, the patient is always right. Observaties in de geneeskunde beginnen altijd met één bevinding bij één patiënt. En als deze mensen zeggen dat hele, hele intensief, en dat was dit natuurlijk, extreme inspanning, misschien schadelijk is geweest, is daar misschien wel een les weggelegd voor alle mensen met Parkinson die nadenken over sporten. Het is goed bewijs dat matig sporten gezond is voor de Parkinson, symptomen onderdrukt. Maar dit soort extreme inspanningen zouden misschien wel vermeden moeten worden. Is dat bewezen? Nee. Moeten we daar verder onderzoek naar doen? Absoluut. Daar moeten we aan werken.